Jongens, ik kom van DPNL met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met mijn laatste potjes van de Weekend League. Oh mijn god, en het is spannend jongens. Ik ga 21 om 7. Ik heb dus nog 2 potjes in totaal. En als ik die allebei win, ben ik elite. Maar als ik ze niet allebei win, dan ben ik de Sjaak. En daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik heb het vandaag, aangezien we gisteren echt dik de 1500 likes hebben gehaald. Echt fucking dik. Echt, we hebben echt meer dan 3000 likes. Wil je nou morgen weer een video zien? Dat kan. Laat dan deze video de 3000 likes halen. En dan upload ik morgen weer een video. En dat is echt lang geleden dat ik 3 dagen achter elkaar geüpload heb. Maar ja, zolang jullie het leuk vinden, blijf ik het natuurlijk lekker doen. Dus super bedankt voor de support. Ik heb elke comment met Team Belletje geliked gisteren. Dat duurde me toch wel vrij lang. Maar het is wel goed om te zien dat zoveel mensen Team Belletje commenten. Ben je nog niet lid van Team Belletje? Abonneer even op mijn YouTube kanaal en klik op dat belletje. Dan blijf je op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. Ik krijg zo'n ping op je telefoontje. En dan is van, oh jee, kom even upload. Jee, kijk. Dus ik ga deze aflevering ga ik 10 Team Belletje comments liken. 10. Of als je een goede mop weet, laat hem ook even achter in de comments. Dan kan ik die ook liken. Dit is mijn tegenstander. Ik moet dit potje gewoon winnen. Ja, zo makkelijk is het. Ja, no. Oh. Hij heeft een lane storage. Dit meen je. Als ik verlies van een lane storage, krijg ik echt kortsluiting. Hij heeft helemaal geen verdedigende middenvelders. Want Pogba is aanvallend. Eriksen is aanvallend. Nou, die zijspelers zijn ook ziek aanvallend. En hij heeft Walker die ook alleen maar voorin staat. Dus op zich, hij heeft niet echt goede verdedigende spelers. Dus daar zou ik op zich wel gebruik van kunnen maken. U vraagt het trouwens af, Koen. Ik vind het heel geil hoor. Lekker die roze, mooie, rode lipjes van je. Maar hoe komt dat? Nou, het is heel koud buiten. En als je naar buiten gaat, krijg je hele droge lippen. En ik heb dat. Ik heb ze, ja. Okay, let's do this, people. Let's do this. Kom maar. Ik wil gewoon elite halen, want ja, ik wil gewoon elite halen. Zo makkelijk is het. Ik wil gewoon elite halen. Dikke lul, 4 bier. Neymar. Neymar. 1-0. Oh mijn god, wat fantastisch. Wat heerlijk. Neymar met de 1-0 na 2 minuten. Heerlijk doelpuntje. Linkervoet. Hop. Lek. Lek. Kom maar. 1-0 Neymar. Yes. Hou dit vol. Hou dit vol. Snel die 2-0 maken straks. En ja, hij heeft gewoon geen verdedigende middenveld. Dus ik snap niet hoe je überhaupt zo lang met een team kan spelen wat geen verdedigende middenveld heeft. Ik snap het oprecht niet. Wat doe je dan met je leven? Even serieus. Dan gaan we. Mbappé. Hij wordt natuurlijk volledig bijgehouden. Dat is logisch. Ja, dat gebeurt altijd. Hop. Oh, Mbappé. Ah. Oh, slecht dit. Oh, dat is echt heel slecht. Ik weet niet wat mijn plan daar was, maar het was geen goed plan. Laten we daarop houden. Nee, dat meen je niet. Oh, zo. Het was bijna 1-1. Jezus. Out of nowhere. Dat was bijna 1-1. Dat is natuurlijk wel zo. Kijk, op het moment dat jij zonder verdedigende middenveld speelt, wel 5 keer scoort per wedstrijd, is het op zich niet heel erg. Kijk, eigenlijk als ik gewoon goed verdedig deze pot, heb ik gewoon gewonnen. Maar ja, ik sta 1-0 voor. Dus ja, als je dan gewoon geen tegengoal meer krijgt, ja, dan ben je gewoon binnen. Maar ja, zo'n bal kan er zomaar invliegen. Kijk, dat doet hij niet. Oh, lekker. Naar voren. Ja, nu counteren. Kijk, gewoon geen 1 verdedigende middenvelder. Oh. Oh, dit is jammer. Meteen door op Suarez. Suarez mooi mee. Waarom wil hij een paas? Oh, Neymar. Goed. Neymar. Oeh. Hij wil een paas of zo, Suarez. Terwijl ik gewoon op schieten drukte. Wat is deze? Ik hoop trouwens dat jullie weekelijk ook goed gegaan is. Oh, ik ben trouwens helemaal vergeten. Hoe mijn weekelijk gegaan is. Dit is echt niet normaal. Dit verhaal wat jullie nu gaan horen. Neymar scoort even niet de 2-0. Ik ging 13-1. Nou, fucking goed is dat. Daar was ik hartstikke blij mee. En ik speelde echt, nou, echt de sterren van de hemel. Het was echt niet normaal. Zeg maar, even kijken, wie kwam er langs? Ja, alle e-sport teams kwamen langs van Koen, wil je alsjeblieft voor ons spelen? Zeg ik van, nee, ik ben even bezig met Weekend League, ik ga namelijk 13-1. En ik ga nu deze pot winnen, weet je wel. Nou, in ieder geval stond ik 2-0 voor de wedstrijd, nou, dat is bijna 14-1. En ik dacht, scheidelijk gefloot, oké, mooi, wedstrijd klaar. Ik ga even naar beneden, ga ik even mijn oplader halen van mijn laptop. Ik was in Haarlem, dus bij mijn ouders. Dus ja, toen was het van, nou, ga ik even naar beneden. Dus ik kom boven. Nou, ik stop mijn laptop even in de oplader. Ik zit gewoon achter het bureau waar ook de PlayStation zit. Allemaal helemaal lekker. Kijk ineens op mijn scherm. Je bent gekickt voor Inactivity. Ik zei, wat? Het potje was al klaar. Ik zei, wat? En toen dacht ik ineens van, oh mijn god. Ik scoorde die 2-0, scoorde ik net voor rust. En dus was het rust. En toen ben ik gewoon gekickt voor Inactivity tijdens de rust of zo. Of net na de rust. En toen ging ik 13-2. En sindsdien kreeg ik kortsluiting. Ging ik 14-3. En toen ging ik 16-3. En toen ging ik 16-6. En toen ging ik 21-6. En toen 21-7. Maar ongelooflijk. Ik ging gewoon super goed. Totdat ik... Want ik stond ook 2-0 voor. Hè? Ik stond 2-0 voor. En toen werd ik gekickt voor Inactivity. Omdat ik dus mijn laptop opladen aan het pakken was. Maar ik dacht dat het potje afgelopen was. Nou mensen, is dat pijnlijk? Nou, ik denk het wel. Maar met name, ook om heel eerlijk te zijn, heel erg dom. Echt zo stom was dat. Jeetje. Jeetje, Mina. Jeetje. Wat vervelend. Oh, jeetje. Goed. Goed balletje. Griezmann, doe het maar, jongen. Scheidje, ik word er toch wel neergehaald. Ja, je kan ook wel fluiten. Maar ja. Maar in ieder geval, 13-1. Ja, dat ging echt goed. Huh? Oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar ja, ik ging dus echt super lekker. 13-1. En ik dacht echt van, dit wordt mijn Elite 2 weekend. Maar ja, toen ging het dus een beetje, ja, de andere kant op. Zo. Neymar. Doe maar. Oh, Neymar, wat ben je goed. Neymar, wat ben jij goed. En waarom lief mijn tegenstander niet? Ik zou zeggen, lief gewoon even lekker. Het is mooi geweest. 3-0, Jantje. Gewoon wegwezen, zou ik zeggen. Maar ja, tegenstander denkt er duidelijk anders over. Is op zich ook niet erg. Moet hij lekker zelf weten. Oh, ik wil echt heel erg elite verhalen. Mensen, heb ik 2 keer af elkaar elite. En dan vind ik mezelf toch echt wel een elite speler. Zeg maar, nu ben ik een beetje echt nog goud 1 / elite. Maar als ik nu... Ik heb dan vaker voor mij elite gehaald dan goud 1. Dan vind ik op zich wel dat ik op zich wel een elite speler ben. Gewoon wel 23 winst, gewoon wel mijn ding. En dan kan je echt gaan kijken naar boven. En dan wil je die elite 2. Maar laten we eerst even zorgen dat we dit potje winnen. En het potje daarna ook.
Want anders, ik loop weer heel snel leuk te praten nu en zo. Maar ik moet gewoon back houden en gewoon spelen. Ja, komt wel op neer, toch? Oh, heerlijk balletje. Geen buitenspel, wel buitenspel. Scheidsrechter, je snapt er niks van. Dit was nooit buitenspel. Ik vind ook, hij speelt ook 4-4-2, is ook zo'n slechte opstelling, vind ik. En dan scoort hij precies 2-1 op het moment dat ik dat zeg. Super slim, Koen. Echt top. Lekker gedaan. Oh, 3-1 is het. Oh. Hij zit ook met Lane Sturridge. Lane. Nou. Oh, heerlijk dit. Heerlijk vanaf de aftrap. Suarez, ja, die mist dit gewoon niet. Je kan gewoon rustig schieten met Suarez, want die mist deze ballen gewoon niet. Het is super chill. Luis. En dan. Wow. Luis, je bent echt een vervelende vent. Maar op FIFA ben je toch echt wel heel erg goed. Ja, daar ben ik gewoon eerlijk in. Op FIFA ben je gewoon echt heel goed. Dit is gewoon heerlijk afgemaakt, hoor. Ik laat zo even de stats zien met Luis Suarez trouwens. Men zegt trouwens, Koen, je speelt met Griezmann op CDM, omdat het in mijn opstelling is. Ja, maar in de game wist ik gelijk dat hij cam staat. Geen zorgen, mensen. Ik speel niet met Griezmann op CDM. Dat zou ik echt niet doen. Mensen, ik heb dus nu 400k los en ik heb nog best wat spelers. Ik denk dat ik wel 600-700k heb. Welke speler zou ik kopen? Zal ik Neymar upgraden naar zijn inform? Of denken jullie van, nee Koen, is hij echt niet waard? Wat ik op zich ook wel denk. Maar ik wil weer even upgraden. Want ja, 700k op mijn banken bestaan is echt fucking zonde. Goed, oh, heel slecht. Weg! Lekker. Weet je wat het is? Op het moment dat je tegen echt goede... Zeg maar, na een tijdje ga je 13-1, dan kom je tegen echt goede spelers. Gewoon, zeg maar, een beetje zoals ik. Nee, geintje. Zeg maar, echt goede. En het enige wat die letterlijk doen, is die bal naar links of rechts mid, finesse shot, meteen voor eerst te raken. Wat ik ook wel af en toe doe. Die doen het gewoon alleen maar. En dan doen ze het letterlijk 10 keer in een wedstrijd. Ja, en 3 keer verliezen erin, en dan verliezen 3-2. Dat is echt zo irritant. Maar ja, soms win je het ook. Maar ja, op een gegeven moment, als je een beetje met de keeper gaat bewegen... Wat ik eigenlijk een beetje gay vind. Maar ja, op het moment dat je constant die zooi tegenkrijgt, dan moet je wel. Oh, dit was niet helemaal de bedoeling, moet ik zeggen. Dit is trouwens wel lekker. Oh mijn god. Kom hem binnen alsjeblieft. Heerlijke rabonaatje. Oeh, 4-2. Oké. Ja, ik zit weer te snel te praten. Dat kan zomaar ook de verkeerde kant op gaan natuurlijk, hè. Oh, Griezmann, heerlijk. Ja, goal. Easy. Lekker. Heerlijk meegenomen. 5-2. Nu is het klaar. Nu is het Olva. Lekker. Ja, klote. Kijk, die goal zal wel snel tegen hoor, 3-5. This is done. Hoppa. En nog even de 3-6 zelfs. Of 6-3. Heerlijk goaltje. Lekker hoor. 22-7. Op naar je 23-7. Dat zou echt heerlijk zijn. Dan ga ik even heel lekker smikkelen. Eens even kijken hoe Griezmann ervoor staat met zijn stats. Hij heeft 239 wedstrijden, 139 goals en 151 assists. Als cam, best wel aardig vind ik. Best wel goed. Neymar, 239 wedstrijden, 179 goals, 75 assists. Nou, best aardig, links buiten. Dan hebben we Suarez, 139 wedstrijden, 125 goals, 69 assists. Dus die loopt bijna 1-1. En dan MVP is echt slecht voor mij. 240, 100, 500. Die heeft niet eens 1-1 met dingen. Besef, ben ik nou ouder dan MVP? Oh, ik ben gewoon een half jaar ouder dan MVP. What the fuck? Niet oké. Dit is mijn tegenstander zijn team. Oh, hij gaat wisselen echt heel goed waarschijnlijk. Oh, hij heeft echt een goed team. Hij heeft echt een heel goed team. Ja, mijn team ongeveer. Maar dan iets beter nog. Nou, ik heb het naar Icon natuurlijk. Maar hij heeft die Pogba, die is echt goed. Ja, Lala heeft hij ook. Ja, en er komt sowieso een andere spits in. Hartstikke logisch. Zal wel Ronaldo zijn. Ik denk dat hij Ronaldo in gaat brengen. Dit is echt zo iemand die Ronaldo in brengt. Ik ga er gewoon aan. Yoga Bonita. Ja, dan weet je al genoeg. E-sporter. Als ik dit gewoon win, ben ik gewoon elite. Ik dit gewoon win. Ik moet gewoon winnen. Nee, punt uit. No going back. Ik ben klaar voor hem. Let's go. Het potje dat alle andere potjes overbodig moet maken. Kan dit, doe het! Oh, bijna meteen 1-0. Nou, ik ben benieuwd. Wie gaat dit erin brengen? Nou, mijn Suarez erin. Nou, ik zie bij hem nog niemand erin. Oh, hij heeft Griezmann erin gebracht. Oké. Ja. Geen Ronaldo. Dat is mooi. Die kop was al trouwens bijna in uit die corner. Ik let helemaal niet op, omdat ik aan het kijken was wie hij erin had gebracht. Als je elite speler bent, dan moet je ook deze potjes winnen. Griezmann. 1-0. Let's go! Kom op, Griezmann. Heerlijk. Mijn Griezmann doet het weer, hoor. Heerlijk. Lekker. Yes! 1-0 voor na 11 minuten. Lieve man, ga maar weg. Lieve, lekker. Wegwezen zou ik zeggen. Ik zou zeggen, ja, ik zou er geen moeite mee stoppen hoor. Ik zou gewoon gaan. Ja. Go, go, go. Power Ranger. Oh, heerlijk. Heerlijk is man. Heerlijk doelpuntje. Goed gedaan aan MLP. Goed aan de kant en lekker balletje. En hopelijk is mijn tegenstander nu lekker triggerd. Als ik nog een keer score ga ik dabben. Nee, ik weet het vroeger gezegd aan dit. Lekker petit. Kom op, nog een keer, jongen. Jagen. Erop. Nee, hij gaat finesse shotten. Nee, dat kan niet met z'n links. Nou, dit is kansloos. Keepertje. Gewoon vast. Gewoon klem. Of gewoon laten gaan. We zijn namelijk in zijn net gaan, die bal. Nee. Hij doet gewoon een Ronaldo chop. Hij denkt, we spelen FIFA 13. Ik trap er wel in. Want wie de fuck doet er nou nog een Ronaldo chop deze dag? Op Neymar. Neymar even terughalen. Neymar goed. Neymar tikje door op Suarez. Suarez terughalen. Op Neymar. Neymar schiet maar, jongen. Oh, jongen. Ik moet het timen. Waarom time ik die bal nou maar niet? Koen, dikke apel. Oh ja, Griezmann, ik zie je gaan, jongen.
Waarom, Koen? Je hebt eigenlijk nog geen één keer een chip gescoord dit jaar. Waarom doe je dit? Gozer, dit was een free goal en wil je het weer leuk doen? Ik haat je, Koen, echt. Nee, maar doe het. Oh mijn god, nee, maar. Yes. Elite, kom dan. Kom maar. Lekker zeg, heerlijk. Oh, hij is boos. Hij is duidelijk boos. Is zijn internet... Ik denk dat hij op dit moment bezig is zijn internetkabel door midden te knagen. En dat hij straks gaat leaven. Of hij gaat gekikt worden voor inactivity. Dat zou ook lekker zijn. Oh ja, maar ik wil ook de bal niet pakken. Ik dacht, misschien heeft hij dan niet door dat ik de bal heb. Maar helaas. Hij is sowieso triggerd. Anders zou hij niet zo lang stil blijven staan. Of hij even iemand anders een controller geven. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dat maakt mij niks uit. Want ja, wie moet mij verslaan op dit moment? Oh nee. Oh, wat is het? Waarom loopt er zo makkelijk mijn verdediging heen? Ja, en dan komt Petit weer, jongen. Die speelt de wedstrijd van zijn leven. Die staat gewoon altijd op in zijn... Dat is wel zo. Die Eigers staan gewoon altijd op in wedstrijden waar je ze echt nodig hebt, weet je wel. En dan gaat Neymar en die kan het afmaken hier. Neymar die chipt en waarom de fuck chip ik nou weer? Ik haal mijn leven. En mezelf ook met name. Komt de bal, ik heb Neymar. Nee, dit is hangen. Dit is hangen. 3-0. Yes. Yes. Kom op dan, Elite in de pocket. Yeah. Oh, yeah. Lekker. Hij gaat zo even lieven. Kom maar met die race quit. Heerlijk, heerlijk Gerard. Ja, daar komt hij. Ja, oh, wat voel ik hier? Voel ik hier een kleine... Hij race quit niet. Really? Heb je al die tijd gehad? Ga je niet race quitten? Meen je deze? Meen je dit serieus? Ga je nou wisselen? Dit is wel een teleurstelling. Dit is wel een goede mentale tik die je uithield. Shit, dat had ik niet verwacht namelijk. Dan doe ik gewoon weer op pauze. Gaat nu lieven. Elite, mannen. Lekker, we hebben het gewoon gehaald. Gewoon elite. Oh, dat ik zo slecht ging even. Ik begon zo goed, daarna ging ik zo slecht. Elite 3. Yeah. Deze week Elite 3, mensen. Volgende week kan niet anders. Ja, volgende week heb ik trouwens tentamens daarna. Oh, ik weet niet of ik ga spelen. Tuurlijk ga ik spelen. Yes. Mensen hebben het gewoon weer gedaan. Elite 3 gehaald. Lekker. Super blij mee. Heerlijk. Krijgen we weer heerlijke pakketjes. Dank u. Ik hoop dat jullie een beetje trots op mij zijn. Ben je nou trots op mij? Doe dan zeker een duimpje op deze video. 3000 likes betekent morgen een nieuwe video. Ja, op dit moment dat jullie het kijken is het Cyber Monday. Wil je nou packs kopen? Ga naar ikwatgoed.nl. Oh, ik krijg een megapakket. What the fuck? Oké. Een megapakket omdat ik 15 potjes gewonnen heb. Walkout? Nee, dat had de dag wel even iets te perfect gemaakt. Dat gaat die E natuurlijk ook niet doen. Nee, je moet natuurlijk niet te veel verwachten. Maar morgen lekkere smikkel lightning roundjes. Mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je deze video leuk, doe zeker een duimpje omhoog. Hey, we krijgen weer zo'n fan. Nou, leuk man. Hey, nu kan ik wel zo'n pakketje. Gaan we nog snel doen? Ja, gaan we snel nog doen. Abonneer op mijn kanaal en druk op dat heerlijke belletje. 10 comments van 10 belletjes ga ik liken. Want ja, gisteren heb ik er zoveel geliked. Daar heb ik echt herpes van. Ja, lekker. Ja, een Electrum zeldzaam spelerspakket. Ik heb geen idee wat het inhoudt. Maar het is vast heel leuk. Daar gaan we nu achter komen. Zo, 12 spelers, 6 goud, 6 zeldzaam. We krijgen geen walkout. Oh, wat een zaad. Oh. Maar in ieder geval hebben we wel weer lekker in vorm pick straks. En een 100k pack. En 3 player picks. Hopelijk komen we een beetje goede in vorm deze week. Mensen, ik hoop dat deze video leuk vond. Ik zie vooral in de volgende keer. Wil je meer van zien? Klik op een nieuwe video. Dat kan. Wil je nou op mij abonneren? Dat kan. Klik dan hier. Klik op dat bolletje. Klik op teambelletje. Join hashtag teambelletje. En zie ik je bij de volgende video. Hopelijk morgen. Als we 3000 likes hebben. Doei.